Mijn brain is echt gewoon on fleek. Want ik zit hier en ik zat te bedenken van wat wil ik eigenlijk voor mijn ramen hebben. En toen zat ik helemaal scenario's te bedenken over of ik die dingen zou kunnen verven of niet. En dat ik het eigenlijk ook Galaxy-stijl wil hebben en zo. En toen in één keer besefte ik me dat ik al 5 minuten zo zat, gewoon met mijn laptop heel onhandig op mijn schoot en zo, want ik kom net van boven. En in één keer denk ik, wat is het eigenlijk leuk om een brain te hebben, want je hoeft je gewoon nooit te vervelen. Oké, thanks brain, don't be so arrogant. Ja, random, wat ik al zei, random morning stuff. Maar goed, ik ben dus wakker, ik ben super gaar. Ik had eigenlijk om 12 uur een afspraak, maar diegene komt een uur later. Dus ik heb tijd over. Tijd over heb je nooit eigenlijk, maar goed. Ik ga nu even rustig wat eten. Ik ga even een vlog afkijken die ik gisteren niet helemaal af heb kunnen kijken. Omdat ik dus melk moest halen van mijn moeder en zo. En die duurde fucking een half uur vandaar. Dan ga ik misschien nog even afwassen. Ik heb nu 3 borden staan. Dus dat zou heel erg chill zijn als dat gewoon weer weg is. En ik ga thee drinken. En wakker worden. Want ik weet niet of dit lelijke ding dus. Kijk, dit bedoel ik dus. Het is zeg maar. Het is een beetje zo gelig. Echt een vieze kleur. Gewoon echt zo. Alsof iemand vet veel heeft gerookt bij de raam of zo. Het is wel compleet geel. Dus ze hebben er gewoon voor gekozen. Maar. Ik vind het gewoon lelijk, ook omdat het mijn muren helemaal gelig eruit laat zien. Oh ja, trouwens, ik leef in mijn Stranger Things modus. Ik wou nog zeggen tegen jullie toen ik hier beneden kwam, dat ik best wel gewoon zo'n vlak op kan hangen met het hele alfabet. Zodat als er dan mensen aan de andere kant in een andere dimensie leven, dat ze ook via lichtjes kunnen signen. En toen dacht ik, ja, yeah, how about no? Oké, I'll see you guys later. Voor het geval dat jullie je afvragen wat mijn OCD breakfast is van vandaag. I got 4 in a row. Hey. Anyways, het is een broodje, want ik heb nog steeds nergens bagels vandaan kunnen halen. Dus helaas is het brood met pindakaas, banaan, kaneel en een heel klein beetje drizzly honey. Omdat ik gewoon van zoetigheid hou. Oké, eet smakelijk. Yo, yo, yo. Daar was ik eindelijk weer een keer. Ik heb eventjes wat eten gemaakt. Avondeten. En het is weer pasta. Yay. Maar het is het laatste kleine beetje. Ik ben namelijk de hele middag bij mijn moeder geweest. Of in ieder geval de hele middag. Vanaf een. Ja, ik weet echt niet hoe laat. Oh, waarom? Er zitten echt gewoon drie spinnen hier. Vier. Ik haat spinnen. Hierboven zit er sowieso nog één. Een huge one. Daar zitten er twee. Maar goed, in ieder geval. Ik heb dus even wat eten gemaakt. Want ik was bij mijn moeder en ik heb heel erg honger. En ik ben heel eventjes thuis. Want ik ga zo weer naar mijn moeder. Want ik ben mijn was aan het doen. Dus ik heb een was gedaan met handdoek en ondergoed. Want, let's be real. Daar moet ik echt mee ophouden met dat zeggen. Let's be real. Echt, stop it. Let's be real. It's not gonna happen. Oh ja, dat ik natuurlijk wel ondergoed en zo nodig heb. Dus dat is misschien wel handig. En ga ik eventjes nog wat eierdozen brengen. Ik ga eventjes een kan brengen waar ze water in kan doen. Want die heb ik dubbel. En ze zei van ja, ik wil wel wat meer water drinken. Maar ik weet het niet. En ik zeg, weet je, je kan wel zo'n kan van mij krijgen. Dan kan je lekker water in doen. In je koelkast zetten. Dan is het tenminste koud. En dan vind je het wel lekker. En dan kan je er misschien fruit in doen. Of weet ik veel. Whatever. Do it what you want. En ik ga nog een was brengen. En ik weet niet meer wat ik nog meer. Ik wou nog iets doen. Maar dat weet ik nu niet meer. Maar goed, dus dat ben ik een hele dag aan het doen. Een beetje mijn was doen. Heen en weer fietsen. Kletsen met mijn moeder. En nu ga ik heel even gauw wat eten. Ik heb even mijn vlog getypt ook net. En ik heb mijn was opgehangen. En nu ga ik even wat eten. En dan neem ik jullie weer mee naar mijn moeder. Ik kom aan bij mijn moeder en het is meteen weer pure maandagtijd. Tuurlijk. Weg met die rotzooi. Burn it, burn it. Weg met die bende. Throw in your bra. Ja, doe niet. Nee, hè? Zo.
Boogers. Oh my god. Boogers. Hatchu. Ja. Nou, dan neem jij wat... deze maar. Oh, thank you. Er zit hier nog wel wat saus in die we eruit kunnen lepelen. More boogers. Yes. Slimy. What are you gonna call? Ghostbusters. Fucking awesome. Het is trouwens limoncello. Limoncello met wat voor pudding? Weet ik eigenlijk niet. Citroenpudding zal het waarschijnlijk zijn. Hallo, hallo. Ik ben weer thuis. Ik weet niet of ik dat al had laten weten. Maar het is 1:15 en ik ben echt zo moe. En ik moet morgen vet vroeg opstaan, want ik ga morgen mijn bank ophalen. En daar heb ik echt heel erg veel zin in. Maar ja, ik word om 9:00 al opgehaald. Dus het is echt super vroeg, want het is iets verder rijden dan ik had gedacht. Ik dacht dat het 1/2 uur was, maar het is 3 kwartier. Vet irritant. Maar goed, in ieder geval, dat is verder geen probleem, gelukkig. Maar ja, ik heb dus iets gezien wat ik heel erg graag wil. En dat is op de Kruidvat-site. De Kruidvat-site is nu down, maar 1:30 begint Black Friday. En ik heb een schapenkleed gezien. Wat ik super graag wil hebben, maar ik kan er niet op klikken. Dus ik weet niet wat voor formaat het is of whatever. Maar ze zijn maar €15. Nou is dat sowieso niet duur. Dus als ze gewoon niet heel erg groot zijn, dan wil ik er sowieso wel 2 bestellen. Want dan ja, heb ik gewoon 2 schaapkleden. Want die wou ik sowieso al. En bij de IKEA zijn ze echt fucking €45 of zo. Of in ieder geval 35. En deze zijn normaal dus 70. Dus het is sowieso goed afgeprijsd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor kwaliteit het is en wat voor afmeting het is. Want als het dus een grote afmeting is, dan bestel ik er sowieso één. En dan kan ik het gewoon op de grond leggen. En dan heb ik een fucking vette tapijt. Of kleed. Een fucking vet kleed. Niet vette. Maar goed, ik ben ondertussen dus maar gewoon een beetje mijn tijd aan het verdoen. Ik ben een beetje mijn vlogs aan het typen. En ik kwam erachter dat ik echt bij elke vlog deze week ben vergeten om een endscreen te doen. Super stupid. Zeg maar, normaal heb ik altijd van, heb je een vlog gemist? Kijk dan die van gisteren. En dan zet ik altijd een endscreen in. Maar dat heb ik gewoon helemaal niet gedaan. Dat is me gewoon helemaal ontschoten. Super irritant. Maar dat ben ik dus nu allemaal aan het fixen, even aan het toevoegen. En ik ben alles aan het typen, zodat het gewoon niet meer zo'n gedoe is om elke keer voor het 7:00 is zo'n heel verhaal te moeten typen en zo. Want ik heb nu toch niks te doen. En ik moet toch wakker blijven. Terwijl ik eigenlijk echt gewoon heel erg graag naar mijn bed zou willen. Dus ik ben echt een dickhead dat ik op ga blijven om schapenvelletjes te kopen. Maar toch ga ik het doen. Dus ik ga nu eventjes verder. Maar ik wou even inchecken en even laten weten dat ik weer thuis was. En dat ik dus struggle met slaap. Aangezien het nu 10:50 is ondertussen. En ik gewoon de afgelopen dagen zo laat ben gaan slapen. Ik was juist blij dat ik moe was. En nu mag ik niet naar mijn bed. Een hele goede avond. Of nacht, eigenlijk. Overduidelijk. Het is namelijk 3:30. En ik slaap nog niet. Ik was zo moe. Maar ik moest dus wakker blijven. De site was eerst tot 2:00 ongeveer offline. Want ze zeiden ja, vanaf 2:30 hebben we allemaal mooie aanbiedingen. En toen dacht ik heel de tijd refresh, refresh, refresh. Nou, toen 2:15 was het nog steeds niet. Dus ik dacht, weet je wat, fuck it. Dus ik ben geëdit en zo. En gewoon weer daar even mee verder gegaan. En toen kwam ik daarvan terug en toen heb ik gerefreshed. En toen was het wel online eindelijk. En toen heb ik het meteen zo snel mogelijk besteld. Ik weet niet hoe psycho mensen namelijk zijn over Black Friday hier. Ik bedoel, in Amerika gaan mensen echt gewoon letterlijk over lijken. En hier weet ik niet hoe dat zit. En het was ook nog eens alleen online. En als de site dan gewoon niet meewerkt. Als die bijvoorbeeld de draagkracht niet aan kan van hoeveel mensen er online komen. Ja, dan ben je gewoon fucked. Dus ik dacht van, ik doe het gewoon zo snel mogelijk. Ik heb ook verder niet rondgekeken. Ja, alleen heel veel voor een foundation en make-up brush. Maar toen dacht ik, nou weet je wat, dat is helemaal niet belangrijk. Ik wil gewoon echt alleen die schaapkleedjes nu met deze deal.
Want het was echt een hele goede deal. Dus ik hoop dat ze er goed uitzien. Het is in ieder geval dat ik dit weekend helemaal kapot ga zijn. Want morgen moet ik dus vroeg op. Dus ik moet echt gewoon nu slapen. Eigenlijk al 3 uur geleden. Maar ik moet echt om 8:30 max mijn bed uit. Want ik moet om 9:00 word ik opgehaald om mijn bank te gaan halen. Yes! En zaterdag komen dus mijn schapenkleedjes. Want er stond zo van, ja, we kunnen het zaterdag of dinsdag. Toen dacht ik, nou, ik sta zaterdag wel vroeg op. Dus ik moet tussen 9 en 11 mijn pakketje ontvangen. Nou ja, fijn. Maar dan ga ik dus wel echt super moe zijn. Maar goed, ik moet dus nu slapen. Dus ik ga de vlog afsluiten. En ik ben ook alweer bijna 4 minuten aan het lullen. Dus ik wens jullie een hele fijne avond. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen voor een nieuw avontuur. Mijn bank. Ah, I can't wait. Slaap lekker.